Nu is het de moeite waard om begunstigd te worden van de KRO. En niet alleen vanwege de programma's. Wat kijkt die nieuwe KRO-studio nou eens? Helemaal in kleur, duidelijker, vrolijker en nog overzichtelijker dan vroeger. Een handige indeling van de tv-zenders, een apart radiodeel en Studio blijft een blad om lekker in te lezen, voor jong en oud. KRO Studio ligt voor maar 1 gulden in de winkel. Of bel nu 035 714 714, dan krijgt u alle nummers tot 1 oktober voor maar 15 gulden in de bus. KRO Studio, duidelijk de beste. Twee banen op één kussen. Ik twijfel er niet aan of die serie kunt u zich nog wel herinneren, want zo lang is het ook niet geleden dat we hem uitzonden. Een paar maanden pas. Maar de serie bestond maar uit 7 afleveringen, kort dus. En die waren snel op, maar die werden wel heel snel populair. We beginnen vanavond dan ook graag met een nieuw aantal afleveringen. Even het geheugen opfrissen. Het gaat om Donald en Caroline Fairchild. Ze werken beide bij dezelfde uitgeverij. Maar daar is het de politiek dat echtgenoten niet samen daar mogen werken. Dus weet niemand dat ze getrouwd zijn. En dat is, dat kunt u zich voorstellen, reuze gecompliceerd. Voordat u nu dadelijk aan uw geheugen gaat twijfelen, de rol van Donald wordt nu gespeeld door een andere acteur.